Dank u. De heer Van Haga, Groep Van Haga. Ja, voorzitter, toch even verdergaand op het belangrijke punt van de heer Markeshauer. De gemeentes hebben een bepaalde soevereiniteit. En die moeten we toch in bepaalde mate respecteren. En wat is er nou tegen als bijvoorbeeld GroenLinks en de Partij van de Arbeid aan de macht zijn in Amsterdam, hè, dat ze daar dan besluiten van wij willen al die jonge Afrikanen wel hier hebben en verdeel ze maar onder in de gemeente Amsterdam. En als ze in Bloemendaal zeggen, sorry, maar we hebben er geen zin in, we gaan andere dingen met ons geld doen, dat ze dat zelf kunnen besluiten. Dat is toch gewoon een basisgegeven van het Huis van Thorbecke. Mevrouw Pieri. Nou weet u, idealiter, en dat is natuurlijk waar we nu op vastlopen, had je dit vrijwillig gehad, idealiter. Idealiter had je trouwens hetzelfde gehad met statushouders op een vrijwillige manier, waarvoor we ook al een wet hebben, hè, die verplichtingen oplegt aan lokale gemeentes. Het probleem is dat we niet meer in die situatie zitten. We zitten constant in een crisisstand, waarbij elke keer dezelfde gemeentes en ook dezelfde inwoners van die gemeentes wel hun verplichting nemen en anderen niet. En dan zijn er ideologische verschillen. U vindt dan dat er een asielstop of wat dan ook moet komen. Mijn fractie, GroenLinks-PvdA, erkennen dat wij staan voor de internationale verplichtingen die we zijn aangegaan, ook die Europese verdragen. Wij kunnen dus niet opeens een asielstop inspreken. En dat betekent dat als mensen hier asiel aanvragen, dat dat idealiter snel behandeld wordt en onder fatsoenlijke omstandigheden. En daar kunnen we nu niet meer aan voldoen. Heer Van Haga. Ja, voorzitter, het is hartstikke leuk om te zeggen dat het idealiter vrijwillig zou zijn. Maar dat gebeurt dus niet, want we zien dat Amsterdam het wel wil en Bloemendaal of Blaricum, hoe je het ook noemt, niet. En dan komen we bij het echte probleem. En het probleem is natuurlijk gewoon een instroomprobleem. Dus waarom, zelfs als we deze dwangwet waarschijnlijk met een grote meerderheid van links gaan aannemen, waarom pakken we niet tegelijkertijd dat instroomprobleem aan? Mevrouw Pieri. U zult in de rest van mijn betoog heel goed horen waarom ik denk dat het niet een instroomprobleem is, maar gewoon een falen van ons asielsysteem. Tot slot, de heer Van Haga. Nou, voorzitter, dan ben ik wel benieuwd, zeker in het licht van de komende verkiezingen, waar dan de grens ligt voor de Partij van de Arbeid en GroenLinks. Ik geloof dat we in 2023 nu 70.000 asielzoekers verwachten. Mag dat naar 100.000 gaan, 150.000? En moeten we dat dan gewoon maar oplossen door de Blaricum-wet erdoor te krijgen? Nou, dank dat u in ieder geval de benaming al heeft overgenomen. Dat klinkt al beter dan de dwangwet. Weet u, laten we in ieder geval over feiten praten. De prognose van dit kabinet was inderdaad dat er dit jaar zelfs 77.000 asielzoekers naar Nederland zouden kunnen komen maximaal. En de ondergrens was 48.000. We zitten op die ondergrens. We zitten 38% minder dan de prognose was. 30.000 mensen waarschijnlijk minder die naar Nederland komen dan 4-5 maanden geleden nog door het kabinet was gezegd. Is er een opgave voor Nederland? Jazeker. Naast al die gemeentes die ook nog eens 100.000 Oekraïners opvangen. Ik ga dat hier niet bagatelliseren. Maar deze wet gaat over de verdeling en gaat niet over de instroom. Of er nou 1.000 mensen komen of 10.000 of 50.000. Alsnog zullen wij die mensen fatsoenlijk moeten opvangen. Hey, we doen interrupties max in drieën. Nee. Mevrouw Pieri gaat over haar eigen antwoorden.